Hallo kijkers van Bayertown, welkom bij deze top 5 en ik ben Vincent en we gaan het gelijk doen naar het intro, een intro, de intro, maakt het ook uit, gewoon een intro. Het heeft een tijdje geduurd dat de top 5 heeft plaatsgevonden op Bayertown, dus wij vonden het nodig als team te besluiten dat de top 5 terugkeert op dit geweldige kanaal. We beginnen dan maar snel met de nummer 5. Op de nummer 5 staat mijn eigen show, Alles Went Behalve Vincent. Maar laten we even kijken naar een heel klein stukje uit de Alles Went Show. Weet jij toevallig de rode draad uit de aflevering van Alles Went Behalve Vincent? Ja, klopt. Dus ik ging dat even uitzoeken en ik denk, nou, ik heb toch wel mooi die rode draad heb ik gevonden uit de aflevering. Oh, zeg maar. Dat bedoelden ze niet. Hey? Ik weet het, voor sommigen was het een leuke show, voor anderen was het een niet leukere show. Laten we dan maar gelijk doorgaan naar de vierde plek. En op de vierde plek staat Rick als koning ongemakkelijk. Nou Rick, je hebt het goed verdiend, want we kijken even snel naar een stukje uit dit filmpje. Why are you dressed like this? Because I can. What are you? Battle Bunny Ribbon from League of Legends. Awesome. I know. So you like dressing up like a woman, rabbit thing? I know, it's to run a bat. I like it. I like it too. Really hot, man. One little question. Hoi. Rick doet zijn interviews altijd op een hele toffe manier en dat zien we ook terug in deze video. Op de nummer 3 staat een game video. Eindelijk een game video, we wachten er altijd op. 7 Days to Die, we glitchen hem kapot. Kijk hoe Rick en Jordi het een beetje volhouden in deze game, gebaseerd op Minecraft. 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 Ja, hij staat aan de fik. Wat denk je waar de vuur vandaan komt? Bij mij niet! Bij mij niet! Krenk. Oké, let's go. Gewoon rechtdoor blijven lopen, wat er ook gebeurt. Sla de grond, sla de grond. Ik zie het hier niet appearen, zeg maar. Nee, ik ook niet. Dan moet je de grond slaan. En meestal appeert het dan, maar nu ook niet bij mij. Loop er gewoon in. De vorige keer zag ik er doorheen, toen in de XXL gameplay. Oh, awesome. Ja, nu ook weer dus. Doei! Wat? Waar ben je? Ik val door de grond heen. Hoe kan dat nou weer? What the fuck? Ik spawn gewoon dood, midden in de lucht. Met mijn sledgehammer erbij. Op de nummer 2 staat Pixelmon. Nu met muziek. Ja, laat ik dit even niet uit gaan leggen, maar laat ik gewoon even zien wat ik bedoel met de muziek. Jordi weer. Ik zou zo'n cd van hem kopen, echt waar. Yes. Dit was echt fucking stom, Jordi. Dude, zou dat niet zeggen wie we zouden pakken? Nee, maar ik vind het wel stom. Ja, dat is gewoon, jij hebt geluk dat jij een beetje... Ik kan mezelf ook in slapen, maar dat mist nu man. Kut! Let op, ik maak je nu in één aanval. Ik moet het nu doen. Nee, ik kan niet. Ik heb quick attack gedaan, die gaat altijd eerst. Oh kut, nee, heb ik niet vermoord. It mist. Kom op, maak hem dood. Nee! Ja! Oh nee! Nee! En dan nu! De nummer 1. En wat staat er op nummer 1? Hebben we niet zo'n soort trommeltune of zo? Dames en heren, op de nummer 1 staat de compilatie van APB Reloaded. Een compilatie van de livestream Yuri, Jordi en ik. En we hebben ons doodgelachen in deze geweldige, geweldige livestream. Kijk maar even mee. What the fuck, ik loop boven op het dak. Ik loop boven op het dak, laat me eruit. Ik zou je dood moeten schieten, Yuri. Kijk die andere auto, die van die andere dude zo ook op zijn kop. Wacht, als we nou met z'n allen gaan pushen, als we met z'n allen hier gaan duwen, dan kunnen we hem nog wel ver krijgen. Oké, heb je rijbewijs? Go, go! Hij doet het werk niet meer. Nee, hij is te zwaar. Oké, dames en heren, dit was de top 5. Willen jullie meer van de Bayertown crewleden zien op hun eigen kanaal? Kijk dan even naar bovenin. Daar hebben we Rick met Serpent Gameplay. Daaronder hebben we iJordi, ook volop gameplay. En daaronder hebben we Yuri, een mooie man. En als laatste natuurlijk mijn eigen gamekanaal, DaVinci Pro. Dus je kan klikken op deze als je wil. Of we gaan gewoon met jullie de video eindigen.
Vond je een leuke video? Geef een duimpje. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. Dat zou heel erg fijn zijn. En zie ik je volgende week terug. Volgende week zijn we weer helemaal gloednieuw. En blijf deze week Banjo Town checken voor gloednieuwe filmpjes. Want we hebben namelijk een hele leuke verrassing voor jullie in petto. Mijn naam was Vincent. Was Vincent. Ja, ik heet nu Bertus. Doei mensen. Banjo!